Want er wordt vandaag gestemd over de afzettingsprocedure van Donald Trump. Dat is allemaal officieel, want het onderzoek daarnaar is al in gang gezet. Het gaat dus over het onderzoek naar de afzetting van Trump. En dat is in gang gezet omdat Trump de Oekraïense president Zelensky heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de rivaal van Trump, Joe Biden, en diens zoon. Vandaag gaat het Huis van Afgevaardigden daar dus formeel over stemmen. Echt, de Democraten gaan hier achter staan in de overgrote meerderheid. Ik denk dat de positie van Trump niet zo gauw in gevaar komt. Omdat in de Senaat de Republikeinen de meerderheid hebben. En die moeten uiteindelijk beslissen. Dus uiteindelijk die andere Tweede Kamer in het Amerikaanse parlement. Maar het is natuurlijk niet goed voor hem. En dat blijkt ook wel, hè, want de president is woedend. Dus ze naderen elkaar geen millimeter vandaag. Het wordt alleen maar erger.